In Kuik was het de laatste dag van de vierdaagse mutvol. De wandelaars van het laatste uur kwamen eraan. En heel hun aanhang wilde wel weten hoe ze eraan toe waren. Over de juist geslagen pontonbrug kwamen ze toe. Na 4 dagen beulen, maar met het einde in zicht. De Israëlische meisjes van de kibbutz Hapoel stalen de show. Hun training stelde hen in staat even fris en bewegelijk te eindigen als ze begonnen waren. Voor wie op het laatste stuk bijna de moed had opgegeven, kwam als pleister op de blaren de bloemenhulde in de vierdaagse stad Nijmegen, die hartverwarmend was als altijd. Het publiek had alle reden om iedereen die aankwam te bewonderen. De deelneming van de Zwitserse militairen was weer zeer groot en hun ontvangst hartelijk. De Nijmegenaren kennen de veteranen van de wandeldagen al van vele jaren en ze verheugen zich in het succes van de jeugd. Engelse militairen werden door hun eigen kapel opgewacht om triomfantelijk de stad binnen te marcheren. Minder spectaculair, maar in uitnemende conditie brachten ook de Nederlandse marinemannen Nijmegens wandeluitbarsting weer tot een goed einde.